en welkom bij de Cultuurpers podcast in tijden van corona, of eigenlijk in tijden van tussen corona of na corona, dat weten we allemaal nog niet. We spreken nu ook weer in het kader van het gesprek met de kunstenaars in de gemeente Utrecht, met Halima El Ghamarti. En Halima El Ghamarti, ik ga hem gewoon even goed oefenen, is directeur van het jongere cultuurhuis Knaleiland. En Overvecht, volgens mij. Knaleiland, Overvecht, voor de mensen die niet in Utrecht wonen, dat zijn zeg maar de wat vroeger krachtwijken heette, geloof ik. In ieder geval wijken waar nodige sociale problematiek en dat soort dingen heersen. En hoe lang zit jij al bij het jonge cultuurhuis als directeur? Ik ben dit jaar gestart, okay. 15 februari. Oh, echt met je neus in de boter gevallen dus. Ja. Ik vond dat ook het nieuwe normaal, maar dat was eigenlijk mijn normaal hier. Ja. Want ik ken jouw voorganger volgens mij, die heb ik in Link meegemaakt, het leiderschap in cultuurprogramma, dus dat zeg ik dan maar even bij. Maar het Jong Cultuurhuis, 5 februari, 3 weken later nadat je begonnen was, was er niks meer. Hoe ging dat bij jullie? Nou, het was heel gek, hè, toen eenmaal aangekondigd werd dat die lockdown van start zou gaan en dat we dus eigenlijk niet zoveel meer konden doen. Was ik wel even in shock. Dus ik heb wel een hele week gedacht, ja, wat betekent dit eigenlijk voor privé, maar kinderen en voor werk? Wat kan je dan afspreken nog? Wat gaat er gebeuren? En daar hadden we ook best wel wat overleggen over, ook met culturele zaken. Van hoe gaat het nu verder? Wat zijn de verwachtingen? Kunnen wij wel nog onze prestaties behalen? Hoe wordt er naar gekeken? Wat kan ik met mijn team afspreken? Dus ik was vooral even in shock en daarna vooral veel aan het uitzoeken van wat zijn de kaders waarin we nu verder gaan. En zodat ik het gesprek met het team ook weer aan kon gaan en ze duidelijkheid kon geven. Dus dat was het eigenlijk in het begin vooral, de eerste week. Ja. Want je moest dan, neem ik aan, van huis werken, niet op kantoor. En hoe ziet een normale dag op, het, zeg maar zonder corona, zeg maar het oude normaal wat jij dan eigenlijk helemaal niet kent. hoe ziet zo'n normale dag eruit bij jullie? Ja, nou, wij hebben eigenlijk een gemiddelde werkdag tussen 10 en 6, hè, dat we bij elkaar zitten in het cultuurhuis. Waarbij we eigenlijk best wel klein opstarten, want zo'n groot team zijn we niet. Dus dat ben ik, dan is onze programmaregisseur Overvechter, dan is de artistiek leider Aziz er. En dan beginnen we eigenlijk meestal met de inkomende mails. En dat zijn er vaak behoorlijk wat, allerlei verzoeken die binnenkomen van het hele land eigenlijk, om met ons samen te werken of dingen op te pakken. Okay. Dus er komt best wel veel eigenlijk binnen qua aanvragen, verzoeken. Dat pakken we dan even op en dat delegeren we dan, wie doet wat. En dan in het middag eigenlijk hebben we de cultuurcoaches die er ook zijn. En die zijn voornamelijk met de jongeren aan het werk. Dus die coachen ze binnen hun talent, ambities. En dan eigenlijk hebben we een volgeboekte studio, waarin de jongeren of alleen, wanneer ze een certificaat hebben behaald, werken. Of anders met de cultuurcoach aan de slag gaan met het schrijven van teksten, beats maken, inspiratie voor nieuwe materiaal. Het online zetten van je materiaal of het inderdaad verspreiden. Met dat soort dingen zijn ze dan ook vaak bezig. En dan hebben we theatergroepjes die hier ook community theater maken. Dus op basis van eigen ervaringen, verhalen, dingen die je meegemaakt hebt. De slag slaan van wat kun je dan volgens een plekje geven op het podium. En daarnaast hebben we echt met heel veel wijkpartners vaak ook gesprekken hier. Dus dan komen ze hier naartoe en dan kijken we weer. Hè, wat komt er de komende tijd weer aan? Wat gaan we qua evenementen samen doen? En vaak komen ook jongeren met nieuwe ideeën. En dat leggen ze dan ook voor aan ons rondom een evenement. Of een awardshow die we eind van het jaar altijd doen. Dus dan is het best wel veel in en uitloop van verschillende mensen uit de buurt en naar buiten. Het klinkt als een hele bezige toestand, als ik het zo hoor. Ook wel heel erg leuk. Ik moet je bekennen, ik ben er nog nooit geweest. Maar het lijkt me wel een. Want jullie hebben dus een theaterzaal, jullie hebben een studio. En daar zijn die echt vol continu in gebruik? We hebben inderdaad een theater, een slash spiegelzaal. We hebben daarnaast een oefenstudio. Waar je meer met een band ook kunt zitten en daar kunt repeteren en daarna naar de studio kan gaan. Dus dat noemen we dan een opnamestudio. Dat zijn eigenlijk de ruimtes die we voornamelijk gebruiken. En daarnaast onze kantoorruimte met daar een ontvangstruimte in. De ruimtes zijn niet continu in bezet. Wat bij ons meestal wordt gebruikt is inderdaad de theaterspiegelzaal en de opnamestudio. Die zijn het meestal bezet voor dans en theater. En soms zijn de jongeren nadat ze in de
opnamestudio geweest zijn met materiaal, gaan ze ook een performance oefenen. Dat vinden ze fijn om voor een spiegel te doen. Dus gaan ze daarvan eigenlijk naar de theaterspiegelzaal om te kijken naar van, als ik dit optreed en ik sta voor een spiegel, hoe doe ik het dan? Dus dan gaan ze met elkaar eigenlijk daar zitten. Oké. Ja. Hey, en nou moesten jullie dicht op 12 maart. En voor scholen is het natuurlijk ook heel erg lastig geweest om met hun doelgroep contact met leerlingen contact te blijven houden. Hoe is dat voor jullie? Hoeveel mensen zijn zeg maar zo bezig? Hebben jullie nu op dit moment zeg maar in productie lopen? Zeg maar? Bedoel je dan jongeren die deelnemen aan de week bijvoorbeeld? Ja. Het is echt verschillend. De deelnames, ja, zit rond de 150, 150 wekelijks, okay. Wat dan verschillende activiteiten hier meedoet. Vanaf dat programmering in de avond ook, dan hebben we ook weer tienerdanslessen. Dan zit er een oudere doelgroep op. Verschillende theaterprojecten die we hebben lopen. En dan de studio die eigenlijk continu in gebruik is. En dan hebben we ook nog een soort van evenementenhoekje. Waarbij, vooral, we hebben ook zo'n ladies only evenement. Waarbij meiden dan bij elkaar komen om evenementen met elkaar te organiseren. En daarbij zelf ook aan talentontwikkeling doen. En de doelgroep dus die we op school bedienen. Via onze binnenschools dat ook naar naschoolse aanbod gaat. Hmm. Ja, 155, 155 gemiddeld per week, denk ik zo. Ja. En wij hebben het geluk dat we met jongeren werken. Die zijn behoorlijk digitaal wijs. Ja. Dus die kunnen wij online ontmoeten op allerlei kanalen waar we ook al met ze aanwezig zijn. Dus daar zitten we op Insta Live met ze. Of op Instagram via stories dingen met elkaar delen. Zoom-sessies hebben we ook veel gedaan. We hebben ook workshops gewoon online gegeven. Dus eigenlijk na week 1, anderhalf week, zijn we eigenlijk bijna met alle programmering online doorgegaan. Ook Community Theater heeft ze sessies gedaan. Echt met al die vakjes bij elkaar. Iedereen bij elkaar, met de docenten erbij. De opnamestudio's zijn ook online doorgegaan. Heel veel jongeren zijn geïnspireerd geraakt door de coronacrisis om thuis een opnamestudio te creëren. Dus een thuisstudio te maken. En daarbij hebben ze dan hulp gevraagd ook aan de cultuurcoaches. Hoe doe je dat dan? Wat moet ik even qua materiaal op mijn laptop zetten? Met geluid? Hoe zorg je ervoor dat het geluid wel goed opgenomen wordt? Dus we hebben heel veel jongeren thuis gezien. In hun privéomgeving, in hun pyjama's, in hun gekke haren. Die nog niet helemaal gesteld zijn. Wat onwijs speciaal is natuurlijk, want dat heb je normaal niet. En, en heel veel zijn thuis gewoon echt creatief bezig geweest met de songwriting. En het leuke wat we ook hebben kunnen concluderen vanuit de sessies die vanuit huis en richting onze studio, maar ook vanuit huis deelnemer, maar ook huis van onze collega's, is dat de jongeren veel meer gefocust waren en de tijd die ze hadden met een coach onwijs gingen waarderen nog meer. Van als oké, dit is de tijd die we hebben, hier zit ook mijn contact van de dag bij. En ik doe wat ik leuk vind, ik word er nog bij geholpen. Is dus dat er meer focus was. En meer waardering. Ja, dus eigenlijk is voor jullie thuiswerken echt een zegen. Als ik het zo... Nou, we hebben in ieder geval besloten van dit is zo leuk gegaan. Het is ons bevallen. We willen het niet alleen maar doen, want fysiek contact met elkaar live zien heb je nodig in de creatieve processen. Maar we hebben wel zoiets van, we gaan het gewoon daarnaast blijven doen. We gaan gewoon die online sessies ook gewoon faciliteren. Dus dat het ook gewoon nog steeds kan. En dat doen we nu ook, want we hebben dus de studio die hier gebruikt wordt. En de cultuurcoach doen ook af en toe sessies vanuit huis of vanuit hun eigen studio's. Met de deelnemers. Wat goed. Want ik heb best wel wat treurige mensen gesproken. Nou, treurig bedoel, niet treurig in dat treurige mensen, maar verdrietige mensen gesproken. En ik hoor bij jou echt een heel ander verhaal. Ja, dat komt denk ik echt door de doelgroep, omdat die natuurlijk al vindbaar is online en heel veel online al doet. Dus we hoeven daarin niet in het voortraject veel te doen van zo werkt het en daar vind je ons, volg de links zo en zo. Als je met oudere doelgroepen werkt, en dat is er allemaal niet, en gaan de dingen die je wil doen ook veel moeilijker. Maar we hebben en een jong team en jonge deelnemers en de digitale wereld is allebei niet onbekend. Ja. En dat heeft voor ons werk het heeft ons werk wel makkelijker gemaakt. En, maar we missen natuurlijk wel de deelnemers. Want het leven begint op het moment dat je samen zit. En met elkaar in elkaars ogen kan kijken. Kunt brainstormen hier ter plekke. Snel op elkaar kunt reageren in een ruimte. Dan is dat natuurlijk altijd veel leuker, gezelliger. En is er ook meer echte contact. Ja. Dus daar zijn we natuurlijk wel blij mee. Dat dat nu wel meer kan. Ja. Want bedoel, het is natuurlijk ook zo dat natuurlijk niet iedereen... Kanaleiland overweg zijn natuurlijk ook niet de meest rijke wijken van Utrecht. Dus mensen hebben ook niet altijd de gelegenheid om zeg maar de dure spullen te kopen die je nodig hebt voor een beetje goede opname. Dus dan is het natuurlijk ook fijn dat jullie
weer zeg maar, de deuren kunnen openen en dat mensen weer toelaten. Ja, ze waarderen de ruimte echt onwijs. Kijk, we hebben natuurlijk het studio hier. Die is al goed ingericht, zodat je al goed materiaal kunt produceren. Ja. En vanuit zo'n thuisstudio dan weer opeens hier komen, dan opeens denken ze, dit is wel echt cool dat het hier kan. Ik hoef niet meer rekening te houden met die ruisgeluiden. En je microfoon werkt beter op deze manier. En dus dat stukje waardering, dat is wel omhoog gegaan. En de tijd die ze dan hier ook hebben met de cultuurcoach, dat zijn ze meer gaan waarderen. Maar er is natuurlijk een extra dimensie aangelegd, als in van, tijdens die coronacrisis zaten we er ook allemaal samen zo bij. Ja. Daarin waren we allemaal gelijk. De restricties waren voor ons allemaal hetzelfde. Je blijft zoveel mogelijk thuis en je doet boodschappen zoveel mogelijk alleen. En dus die voorwaarden bind je ook, want opeens heb je ook nog meer met elkaar gemeen. En daarna zie je elkaar van huis naar huis. Het is dat stukje, de intieme sfeer wordt toegevoegd. En dat zorgt toch voor een andere lading binnen de relaties die er al waren. Ja. Ja, dus never waste a good crisis, dat is, gaat vieren. Ja, dit klinkt wel heel blij. Ja. Ja. Nou ja, we hebben er echt het beste van gemaakt en dat kon gelukkig ook. Iedereen was heel positief, vol met energie, had zin in ook nieuwe manieren van denken en werken te doen. En had niet zo van iets van, het moet zo en anders kan het niet. We zaten echt gewoon van, wat kan er dan allemaal wel? En dat hebben we gewoon allemaal opgepakt. Ja. Ja. Nou, buitengewoon hands-on. Ja. Hey, ben je zelf trouwens actief in als kunstenaar, muzikant ook nog? Of ben jij puur baas? Puur baas, nou ja. Klinkt wel heel cool zo. Nou ja, alsof ik in een rapliedje moet worden opgenomen. Ja, ja. Puur baas. Ik ben geen maker. Ik heb als tiener, ik ben opgegroeid trouwens wel in Kanaleiland. Okay. Als tiener heb ik aan theater gedaan. Ik heb aan dans gedaan hier, toen ik op het Niels Tensen College ook zat. En ik ben ook hier in dit gebouw gekomen toen het nog van Doenje Dienstverlening was. En het buurtcentrum Galenkop heette. En het tienermomenten waren en crea-middagen en van alles. En dat je voor 50 cent hier aan iets kon meedoen. En af en toe ook een tripje had buiten de wijk. Hmm. Wat natuurlijk fantastisch was als je met weinig financiële middelen bent opgegroeid. Ja. Maar ik ben zelf geen maker geweest. Ik heb vanuit mijn eigen sociale onderneming die ik op bijna 8 jaar heb gehad, wel aan theaterproducties meegewerkt. Of aan sociaal-maatschappelijke projecten waar altijd wel een kunstzinnig tintje aan zat. Festivals heb ik ook wel gedaan. Rondom kunst, wetenschap en techniek. Ook met andere ondernemers in de stad. Maar ik ben zelf niet een theatermaker of een producent of een artiest. Nee, dat niet. Oké. Okay. Niet dat het verder belangrijk is, maar ik vond het even leuk om te weten, ook met name van hoe het, want het theater en muziek starten weer op, langzaam maar zeker. Ik bedoel, allemaal heel lastig en moeilijk, want ik hoorde net ook dat Echo en De Helling het moeilijk hebben, omdat ze zo klein zijn dat ze geen publiek kunnen hebben op serieus omvang. Ja, dat is echt heftig. Ik hoor die verhalen natuurlijk ook omdat we in verschillende netwerken zitten. Ja. Bijvoorbeeld in Tivoli Vredenburg, maar ook met mensen die met muziek bezig zijn. Ja, die worden echt heel heftig geraakt. Want inkomsten komen uit die bezoekers. En als je niks kunt programmeren, dan heb je helemaal niks. Ja. Je kunt helemaal niet op één been staan, want je valt gewoon om. En daar heb ik het echt mee te doen. En ik hoop echt dat ze de steun krijgen die ze nodig hebben om toch wel rechtop te kunnen blijven staan. Want we hebben die kant van cultuur ook nodig. Want daar zit onze vrije tijdsbesteding in. Onze plezier. En ook talenten krijgen daar een podium. Jong talent ook. Dus dat wil je ook blijven houden in de stad. Dus we houden dat in de gaten in de verschillende netwerken die we zitten. En we proberen ook te kijken vanuit onze rol als wij cultuurhuis. Wat kunnen we dan doen? Ja, wat kunnen jullie doen? Nou, we steunen ze in ieder geval binnen het netwerk. En we zorgen ook ervoor dat op het moment dat ze roepen om hulp, vragen om aandacht, dat we daar waar we kunnen het proberen te onderstrepen, zodat ze een brede draagvlak hebben ook binnen binnen het netwerk. En daarnaast ook gewoon gesprekken voeren, van ook gewoon aanhoren waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. En als het ergens kan en er zijn haakjes of we kunnen hier iets met bepaalde doelgroepen toch doen, maar kleiner, dan kijken we ook naar waar er misschien kansen zich ook voordoen. Ja, want jullie doen ook zelf een presentaties in Pandag bij jullie? Ja, we hebben af en toe inderdaad de presentaties. We hebben toevallig aanstaande zaterdag een theatervoorstelling in Overvecht, in ons nieuw pand. Dat is nog niet officieel open gegaan, omdat we een opening hadden op 5 april. Oh, en dat kon echt toen absoluut niet. Nee. We hebben natuurlijk nu wat ruimere regels en we doen ook deels binnen dat theatervoorstelling deels ook iets buiten. En in kleinere groepen en op een reservering en natuurlijk met een gezondheidscheck. Dus we hebben eigenlijk zaterdag officieel weer iets geprogrammeerd.
Ja, en daar kunnen dan genoeg mensen bij. Ja, we hebben een reserveringlijst. We hebben 3 tijdsblokken op de dag, dus wordt 3 keer gespeeld. Okay. En daarin houden we natuurlijk met, proberen met cirkels rekening te houden met de 1,5 meter afstand. En het heeft ook intiemere settings, dus je zegt maar met 5 bezoekers het bij een klein monoloog komt. En dan ga je eigenlijk als rouleer je door de voorstelling en door de verhalen van de deelnemers. Oh. Dus het is intiem. Dus het is het een hele andere vorm gekregen. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, is heel bijzonder. Ja. Ja, ja, echt werkt. Ja. Nou, dat klinkt allemaal erg goed. Hey, voor de toekomst, nu jezelf, je gaat waarschijnlijk het hele Zoom gebeuren, het online gebeuren, ga je vasthouden. Zijn er nog andere dingen die je geleerd hebt waar je nu denkt van nou, dit gaan we anders aanpakken voor de toekomst, ook in verband met mogelijke tweede golven en dat soort zaken? Ja, nou, wat heel belangrijk is binnen een team is dat er ritme is. Een werkritme, een bepaalde structuur rondom overleggen. En zeker als je veel digitaal met elkaar communiceert, moet je veel meer dingen hardop uitspreken en niet denken dat het allemaal vanzelfsprekend is. En er is veel meer ruimte voor ruis digitaal, omdat je elkaar niet ziet. En ook omdat je vaak ook teksten dan weer uitwerkt en naar elkaar stuurt. Dus dat heb ik wel geleerd, dat de ritme inbouwen voor het team. Dus elke dinsdag hebben we dit, elke donderdag hebben we een catch-up daarop. En hier hebben we onze socials, dat we even sociaal bijkletsen. Dat faciliteer je allemaal door de week staan met elkaar. Mm-hmm. Dat wel dan erin blijft. Dus dat iedere persoon een ritme heeft binnen zijn werk. En dat hebben wij nodig. Maar ik merk ook, de creatievelingen hebben dat heel erg nodig. Omdat ze toch daarin vaak een fijne kader kunnen waarderen. Dat online proces met jongeren is natuurlijk leuk. En dat willen we deels wel vasthouden. En dat zou ook wel kunnen straks, mocht er iets zijn waardoor we weer naar binnen moeten. Ja, en het creatief denken zit sowieso wel bij de creatievelingen vaak erin. In de kunst- en cultuursector. Dus het stukje omdenken. Op het moment dat er een probleem is, vaak dan gelijk weer switchen naar van wat kan er wel? Wat kan ik zelf? Wat heb ik nodig? Dat je dat ook jezelf blijft afvragen. En dat je ook niet moet denken dat je het allemaal alleen doet, want we zitten er samen in. Ja. Dat heeft ons wel geholpen en mij persoonlijk ook wel geholpen. Ja. Ja. Nou, dit klinkt erg goed. Ik moet zeggen dat ik blij word van jullie energie. Nee, maar dat, we zijn een energiek groep. Ja. Want jullie hebben dus 2 panden. Hè? In Overvecht en in Kranenijland. Dus dat ligt een aantal kilometer uit elkaar. Maar dat is wel toch allemaal te doen vanuit... Want je zit wel in Kranenijland? Ik zit meestal zelf in Kranenijland. Ja. Er zit ook echt allemaal materiaal. Dus ook alle financiën en zo. Alles wat ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen is hier. Maar ik heb een collega, Ikram, die is programmaregisseur Overvecht. Dus die zit voornamelijk in Overvecht. En onze artistiek leider Aziz, die gaat eigenlijk het meeste heen en weer. Ja. En bij nieuwe partnerschappen, nieuwe kennismakingen, probeer ik er vaak nog in het begin dus wel bij te zijn. Om ook te weten van wie zijn al deze mensen in Overvecht. Het is een hele andere wijk dan Kanaleneiland. Ja. Is veel groter, nog meer partners zitten daar. Dat ik wel goed kennis heb van wie daar beweegt, hoe zich daar beweegt, wat de tendensen zijn, waar men het gesprek over heeft. Zodat we ook goed kunnen aansluiten met wat we programmeren en ook de tijdsgeest aanspreken. Ja. Ja. Nou, ik dank je hartelijk voor deze toch licht opbeurende signalen uit de krachtwijken van Utrecht. Dank je wel voor deze bijdrage. Ik zet de opname stop en dan spreken we elkaar wellicht later.